We zien dat de maatregelen grotendeels worden nageleefd. De handhaving is goed. De voorlichting is goed. De maatregelen werken. De besmettingen worden minder. De curve wordt vlakker. Het aantal actieve COVID-19 gevallen vertoont een dalende trend, gelukkig. Maar tegelijkertijd zien we dat door eerdere besmettingen de intensive care, waar wij 28 plekken hebben, begint vol te lopen. Een zeer zorgwekkende situatie. De 178 hotline is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. De eerste lijn zorg is geïntensiveerd, mede in samenwerking met huisartsen vanuit het Radboud Ziekenhuis van Nederland. Ook de tweede lijn zorg, de verpleegafdeling en de intensive care zal worden opgeschaald. Er wordt bijzonder aandacht besteed aan het binnenland. De grensgebieden en de gebieden waar er goudwinning plaatsvindt in samenwerking met tropenartsen vanuit een Nederlandse missie. De isolatiezorg wordt verder uitgebreid. Er komt een nieuwe tent in het district Wanica, zodat de capaciteit is opgeschaald. De tenten zijn ingericht op internationaal niveau. Het ministerie van Justitie en Politie zal de handhaving van de maatregelen verder intensiveren. Er zal een COVID Quick Response Team worden ingezet. Dit team, beste mensen, zal speciaal zijn belast met de handhaving van de maatregelen. We hebben ook geconstateerd dat er nog te weinig mensen zich laten testen, terwijl de faciliteiten beschikbaar zijn. We roepen je op, indien u symptomen vertoont, ook al zijn het maar lichte symptomen, dat u zich laat testen. De mogelijkheden zijn tot uw beschikking. Met testen helpt u ons om meer inzichten te krijgen omtrent de verspreiding van het virus en helpt u ons om de verspreiding van het virus te beperken. We werken eraan om de testprocedure te versnellen, zodat binnen enkele uren de resultaten bekend kunnen worden. We moeten realistisch zijn. Het is niet te verwachten dat het virus snel zal verdwijnen of dat er op zeer korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Alleen door een vaccin zullen we uit de situatie kunnen komen. We zullen daarom, om de transmissie van het virus verder te laten dalen, de geldende maatregelen voor nog 2 weken moeten voortzetten. Daarna zal de lockdown van zaterdag worden uitgebreid met zondag. Dat betekent, dames en heren, dat u voor aanstaande vrijdag, 4 september, om 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot en met maandag 7 september, om 5 uur 's morgens, thuis zult moeten blijven. Dat geldt ook voor vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot en met maandag 14 september om 5 uur 's ochtends. De doordeweekse dagen zal het uitgaansverbod van toepassing zijn van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. De lockdown geldt niet voor de essentiële diensten. Maar het is voor de effectieve bestrijding van dit virus ook noodzakelijk dat u zich aan de maatregelen houdt, volk van Suriname. En dat u zoveel mogelijk uw eigen bijdrage levert om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanuit hier doe ik een beroep op een ieder, op alle Surinamangs, om zich aan de COVID-voorschriften te houden. Ik herhaal deze nogmaals. Draagt u een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten. Houdt u de 1,5 meter fysieke afstand aan en neemt u de hygiëne in acht door uw handen regelmatig te wassen met zeep, met water, met handsanitizer. En nogmaals, als u symptomen heeft, laat u testen. De mogelijkheid tot testen is ruim beschikbaar, dames en heren. Ik ben ervan overtuigd dat wij
veerkrachtige Surinamers, een sterk volk, deze moeilijke situatie